Goedemorgen. 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 Zus, pak je even 2 of 3 zeewaarsjes. We beginnen 's morgens, rijden 4 met de auto heen, met de dochter. En dan kopen we zeg maar de verse vissoorten die die dag nodig heeft. Dat doen we alle dagen, want dat is zo vers mogelijk. En dan krijg je de goede kwaliteit en dan kan je uitzoeken wat je lekker vindt en wat het beste is. Ja, en dat is allemaal, dat hoort zo, had ik het zo zeggen. Had jij die kabeljauw? Dit is jouw kabeljauw. Ja? Moet ik even een bakje pakken? Ja, dat is goed. Vroeger ging je heel vroeg, 4 uur naar de Muiden toe. En dan kwam de vis in de al binnen van de schepen af. En dan kocht je het op de veiling ter plekke. En dan nam je dat allemaal, zeg maar, allemaal terug naar je winkel toe. En dan maakte je dat in de winkel allemaal goed schoon zelf. 7 kilo. Alsjeblieft. Oké, dan gaan we bij de volgende. Goedemorgen. Ja, ik heb het hier al. Ruben is al verzweven. Oh, nou. En zo doen we dit zo'n beetje elke morgen. Doei. Ik sta op de A2 Den Bosch Amsterdam. We rijden nu weer richting naar Amsterdam. Naar mijn vertrouwde winkeltje. Waar ik al 45 jaar aan werk ben. We gaan naar onze winkel toe. Daar zijn we dan eindelijk. De zus. Als jongen van 15 was ik afgestudeerd op van de LTS voor timmerman. En toen zat ik thuis voor werk. En toen kwam er een visboer aan de deur. En die zocht een jongen en toen zei moeder, nou ik probeer het voor in de vis. Je vader heeft ook in de vis gegeven, leuk. Dus zodoende ben ik in het visgebeuren gerold. Nou, toen kwam ik te werken bij Kees Tol. Die heeft hier ook jaren 50, 55 jaar gestaan. Daar heb ik 30 jaar mee gewerkt. Heel erg prettig, heeft me alles geleerd. Hier alles, de gang van zaken. Nou, alles moet nog een beetje bijgevuld worden, links en rechts. Nou, vroeger, toen was het vrijdag, dat was dan visdag. Als je echt vrijdag aan katholieken, dat was echt visdag. Nou, dan kwam de mevrouw binnen en die bestelde 3 pond schol. Maakte je het schoon, gooide je in een emmer. En dan kwam mevrouw Jansen, 4 pond schaar, maakte je schoon in een emmer. En dat ging tot 30, 40 emmers vol met vis. En die kwamen dan allemaal tussen de klok van 6:30. Tot 6:30 kwamen ze dat ophalen. En dat was een heel andere werkwijze als nu natuurlijk. Het assortiment dat verandert ook, want de mensen houden van gemakkelijk eten, snel en goed. Dus kant-en-klaar gerechten vooral. Dat het zo in de oven, een half uurtje in de oven, en dat het dan op tafel staat. Ik ben gek op mijn bakstel, want dat is mijn kindje. Goedemorgen. Want dat je in een open zaak staat, dat vind ik wel belangrijk. Dat je de keuken ziet wat je klaarmaakt, dat de mensen weten wat ze krijgen. Tegenwoordig moet dat vooral wel kunnen, zeg maar. Kibbeling. Dertig jaar hier ongeveer gestaan en toen Kees Tol, toen zei hij, nou ik ben 4,65, ik stop ermee. Toen heb ik het overgenomen. Toen ben ik aan alle vernieuwingen begonnen. Toen gaan verbouwen en zo met mijn dochter en met mijn vrouw en nog 1 of 2 personeelheden erbij. Dat was echt heel knus. Velen zeiden, ga je daar verbouwen in de Javastraat? Dus dat zou ik toch niet doen, want dat is een fikse investering. Ik zeg, ik heb er volste vertrouwen. Ik zeg, want het is mijn Amsterdam. Nou, zo zei ik het ook. En dat is me ook gelukt. Het werd ook enorm gewaardeerd ook hoor, hier in de straat allemaal, dat ik het deed. Met hart en ziel en nog steeds met heel veel zin. En de Javastraat in Amsterdam, dat is mijn hart. Anders hou je niet zo leuk vol. Ik hou van de mensen, alle verschillende culturen, heel belangrijk, heel leuk. Wat moet je meer als je alle dagen tevreden naar je werk gaat? Waar vind je dat? Dus... Bye. Doei.